Net voor de match krijgt Maxime de Zeeuw zijn trofee als speler van het jaar uit handen van Jacques Le Dure, teammanager van de Belgian Lions. Hopelijk geeft die trofee de Zeeuw en zijn ploegmaats wat extra motivatie, want voor de Giants is er op of eronder in deze wedstrijd. Als de Antwerpenaren verliezen, zit hun seizoen erop. Maar de Giants beginnen slordig aan de partij en Darrell Watkins heerst onder de borden. Toch kunnen de Antwerpenaren aanklampen in het eerste kwartier. In het tweede kwartier gaan ze zelfs op en over de Carolo's. Ryan Pearson scoort aan de lopende band. Maxime de Zeeuw herstelt het evenwicht onder de ring. De Giants kunnen gaan rusten met een 48-40 voorsprong. Na de pauze slaat de Antwerpse motor volledig aan. De Zeeuw toont waarom hij de speler van het jaar is. De driepunters vliegen Charleroi nu om de oren. De Giants lopen uit tot een maximale voorsprong van 20 punten. Spirou Charleroi schakelt dan over op een zoneverdediging en komt nog even akelig dicht, tot op slechts 6 schamele puntjes. Maar de Giants blijven rustig en houden de overwinning thuis. 92-79 wordt het. En zo krijgen we zondag een derde en beslissende wedstrijd in deze serie. Wie wint, stoot door naar de halve finales. Na deze overwinning zien de Giants die uitdaging alvast volledig zitten. Wij gaan naar Charleroi om te winnen, dat is heel eenvoudig. Ik denk dat deze wedstrijd vertrouwen geeft. Ik vind dat we het verdedigend zeker niet slecht gedaan hebben. Ze maken wel 79 punten, maar ja, wij maken er 92. Deze wedstrijd moet vertrouwen geven. De druk is bij Charleroi.